Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Nou Richard, hoe lastig is dat om na zo'n wedstrijd toe te leven als de hoofdtrainer er niet bij is? Niet. Ons werk gaat eigenlijk van maandag tot donderdag en dan wordt alles besproken. En ja, eigenlijk is vrijdag alles al klaar en dan word je 's morgens gebeld door de trainer dat hij ziek is. En ja, dan verandert er niet zo gek veel, alleen dat alles een plaatsje opschuift. Dus dat is het eigenlijk. Moet het ook niet moeilijker maken dan het is. Dan even naar de wedstrijd. Moet je blij zijn dat je hier een punt haalt tegen een top 5 club of is het gewoon zonde dat je 2 keer de voorsprong weggeeft? Allebei. Ja, als je vooraf zegt van we gaan naar 2-2 spelen, dan denk ik van nou, bij een ploeg die bij de top 5 staat, de laatste 5 thuiswedstrijden gewonnen heeft, dan denk ik dat het een goed resultaat is. Als je kijkt naar de 2 tegendoelpunten die je krijgt, ja, dan moeten we daar net eens van scherper willen deze wedstrijd gaan winnen. En dat is wel de stap waar we naartoe moeten. Alleen, we hebben met de jongens afgesproken van voor de wedstrijd, we gaan het veld op, we gaan alles geven. Hè, dus dat hebben ze ook echt gedaan, vind ik, als team. Ja, als je ziet hoe ze zich voor de bal werpen met de kansen die we tegenkrijgen, ja, daar hou ik wel van. En dan sleep je ook die 2-2 eruit. Alleen ja, willen we hoger en willen we weer mee gaan doen naar die play-offs, dan moeten we daar bij die tegendoepen wat slimmer zijn. Hoe kijk je verder naar de wedstrijd als je het samenvat? Waar hebben jullie het verder laten liggen, denk je? Nou, net naar die momenten. Ik vind niet echt dat we een echt overheersend team was vandaag. Het was wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Ik vond dat er veel gebeurde op het veld. Heel veel inzet, toch een paar hachelijke momenten aan beide kanten voor de goal. Dus het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. En net wat ik zeg, van ja, willen we verder? Ja, dan zit dat in die kleine dingetjes. Welk gevoel nemen jullie nu mee de bus in? Positief gevoel. Ik denk wel dat we de laatste paar weken met een goede periode bezig zijn. In de oefenwedstrijden, in de bekerwedstrijden, maar ook in de competitiewedstrijden. Dat we wel een stukje stabieler worden. Vaak was het toch een stukje met vlagen in een wedstrijd. Maar ik vind wel dat we nu een groter gedeelte van wedstrijden toch kunnen domineren, maar ook kunnen beheersen. En ja, je kunt zo zien dat we wat stapjes maken.